Als ondernemer met een eenmanszaak of VOF krijg je te maken met twee verschillende belastingsoorten. Deze staan los van elkaar, maar worden in de praktijk wel vaak door elkaar gehaald. Daarom een uitleg. Als eerste krijg je namelijk te maken met de omzetbelasting, BTW. Ieder kwartaal doe je BTW-aangifte. Op je verkoopfacturen reken je 21, 9 of 0% BTW en deze BTW moet je vervolgens afdragen aan de Belastingdienst. En daarnaast maak je natuurlijk ook inkopen of investeringen en hierop zit ook weer 21, 9 of 0% BTW. En deze BTW mag je dan weer terugvragen en dit heet voorbelasting. Het saldo, dus je BTW over je verkopen minus de BTW over je inkopen, is je totaal af te dragen BTW. Een uitzondering hierop is als je deelnemer bent van de kleine ondernemersregeling. Je hebt dan namelijk een vrijstelling van BTW. Ten tweede krijg je te maken met inkomstenbelasting, afgekort vaak ook wel IB. Hiervan doe je jaarlijks aangifte in het voorjaar nadat het jaar is afgelopen. Je doet dan aangifte over je winst en hierover betaal je 36,97% inkomstenbelasting over de eerste 75.000 euro aan belastbaar inkomen. En als ondernemer heb je dan ook nog recht op ondernemersaftrekposten. Houd er dus rekening mee dat je voor beide belastingsoorten voldoende geld opzij zet. Wil je nu meer van dit soort praktische tips voor jou als startend ZZP'er? Download dan de startersbundel met daarin de praktische gids voor startend ondernemers, waarin ik jou alles uitleg voor jou als startend ondernemer op het gebied van belasting en administratie en de 4 meest gebruikte templates voor startend ondernemers. Je kunt dit in zijn geheel downloaden met heel veel korting via thehappyfinancial.com/templates.